Komt er een groot park in de ringzone? En wanneer is het klaar? Ik zal trachten om u hier een aantal beelden en inzichten over mee te geven. Maar wat heel belangrijk is, is dat we het hier niet hebben over een overkapping hier of een project daar. Dus u ziet heel veel specifieke plaatsen en projecten in de tentoonstelling. Ik wil het even hebben over het geheel. Over het geheel der dingen. En over de enorme operatie die hier plaatsvindt. Grote dingen doen, maar echt heel grote dingen doen, wat jullie en wij vandaag in deze stad doen, dat is heel moeilijk, omdat het altijd leidt tot veel tegenstellingen, veel discussies, veel debatten, ja, zelfs gevechten. En als je daarover geraakt, en je geraakt daar samen overheen, hè, dan kun je grote dingen doen. Geraakt je daar niet over, dan eindigt het in een broederstrijd, een grote twist, en dan vallen we uit elkaar als maatschappij. De vorige keer, er is in deze stad al eens een grote project en een grote broederstrijd geweest over Oosterwil. En sommigen van u weten dat. In 1567 heeft deze stad het geloof heruitgevonden. En is de broederstrijd tussen katholieken en calvinisten en protestanten heeft geleid tot een onder meer een slag bij Oosterwil op 13 maart 1567. Toen hebben wij de missie van het groot project samen gefaald. We zijn geëindigd in twist en deze stad is helemaal leeggelopen en is uit elkaar geklapt. En dat is een metafoor die niet van mij komt. Deze metafoor, dat we dat deze keer, 500 jaar later, wel kunnen. Dat wij wel onze interne tegenstellingen overwinnen. Dat we wel gezamenlijk dat groot project wel kunnen. En dat we onze historische vloek als stad dus overwonnen hebben. Dat is een metafoor die komt niet van mij, maar die komt van enerzijds een van de leiders van de actiegroepen, Wim van Hees, van Ademloos, en anderzijds van de burgemeester van de stad, die dat alle twee onafhankelijk als sleutelmetafoor hebben aangebracht ondertussen 6 jaar geleden bij de ondertekening van het verbond, toekomstverbond. En dat blijft voor mij actueel. Want wat we ook doen, hoeveel parken we ook bouwen, hoeveel overkappingen, uiteindelijk is het ook vooral een project dat je alleen maar kunt doen als je tegelijk je maatschappij terug daarmee wat meer aan elkaar kunt weven. Dus het groot project lukt. We zijn het aan het bouwen. We zijn het ook nog altijd samen aan het doen. En misschien overwinnen we inderdaad de grote historische vloek waar wij zo lang onder geleden hebben. Dit is de vijfde ringdag. Ja, vijfde ringdag. En elk jaar dat we dit doen, evolueert de situatie. Dus dit jaar ga ik u, in deze korte toelichting, ga ik u twee zaken tonen. Enerzijds het upgedate masterplan van het geheel der dingen, waar we staan, wat de gehele figuur is. En anderzijds inzoomen, vrij kort en snel en in staccato, op een aantal stukken die ook in werf zijn of in werf gaan en die nu bezig zijn. Want dus een paar jaar geleden was dat nog allemaal verhalen en tekeningen. Nu zijn het, en dat merkt u elke dag, werven aan het worden. Meer en meer werven. De herschepping van deze stad is bezig. Dit is het beeld van het masterplan. Dus er komt effectief, het antwoord op de retorische vraag is dus ja, er komt een groot park in Antwerpen. En het is een park dat eigenlijk over de gehele ringzone met zichzelf verbonden is. En wat doet dat park? Dat is een geïntegreerde figuur. Dus het is één figuur. Die wordt hier wel met verschillende kleuren getoond, omdat er veel verschillende onderdelen zijn, met verschillende identiteiten en sferen en plekken. Maar dat wordt ook aan elkaar geweven met voetpaden, fietspaden, een ringfietspad, ecologische zones die verder gaan, recreatieve zones die er overheen gaan. Dus er zijn heel veel elementen die dat ook bij elkaar brengen. En vooral alles sluit aan op elkaar. Zelfs over de Schelde heen is er de Scheldebrug in het zuiden en de fietstunnel in de Oosterwilkoker in het noorden die die parkfiguren bij elkaar houden. Dus het is echt één geïntegreerde figuur. En de mensen die op het terrein werken weten hoe wij elke dag, zeker het voorbije jaar, ook heel hard moeten werken op die integratie, om dat samen te houden, dat die ene grote figuur gestand blijft. En dat lukt. Maar die wordt natuurlijk niet in één keer gebouwd. In het masterplan zie je dat er verschillende kleuren zijn voor verschillende parkgebieden, allemaal aan elkaar aansluitend, maar telkens kom je toch in een ander verhaal terecht. Kom je in andere episodes
van je groot narratief. Maar er zijn ook grote plaatsen waar aan het treinstation Zuid, treinstation Berchem, aan de Schijnpoortweg, ter hoogte van het Sportpaleis en aan Luchtbal, waar ook echt ruimte gemaakt wordt voor modal shift, voor een grote multimodale knopen waar bussen, trams, fietsen, treinen allemaal met elkaar kunnen uitwisselen. Zuid is daarbij, gaat daarbij het snelste vooruit. Het Zuidstation... Het Zuidstation zal als eerste gaan. Op Berchem wordt gewerkt en dan op Luchtbal. Dus die komen er ook aan. Dus het is natuurlijk een parkfiguur, maar het is ook een heel belangrijke drager. Is de fietsinfrastructuur, zijn openbaar vervoersknopen, waar straks ook nog heel wat meer trams enzovoort moeten op aansluiten. Hier zie je een beeld van grofweg van hoe het zit met de fasering van het grote park van Antwerpen, het grote regionale park van deze hele stadsregio, waar jullie en wij allemaal kunnen elkaar ontmoeten. West, dus in uitvoering, en is eigenlijk binnenkort klaar. En dan zit er op Pompark Zuid, begint er in juni de werf. In Schijn begint eind dit jaar de werf. Noordelijke Merksemse tuinen ook. En dan zijn er een aantal dingen in het rood die de komende paar jaar beginnen. Dus tussen nu en 2,5 jaar. En in het roze, dus de zones van Oosterwil, daar worden de andere parken afgewerkt. Ja, als de tunnel ook effectief gebouwd is, dus tegen 2030. En voor de overkapping van Zuid zijn we nog volop in studiefase om dat eigenlijk deftig te kunnen bepalen. Dus daar zitten vier fases in en er is heel wat in uitvoering. Ik ga er even op inzoomen. Ja, even terug. We gaan klokwijs gewoon rond. We beginnen op linkeroever, Ringpark West. De grote figuur van Ringpark West die u ziet, dus eigenlijk het hele landschap, wordt in een gezamenlijke beheersoperatie van Stad en Agentschap Natuur en Bos verder ingericht. Het belangrijkste is dat die snelweg daarbij niet in de weg mag staan. Dus de inkapseling van de snelweg, de inberming van de snelweg en hier en daar ook de overkapping en verlaging van de snelweg, dat is het deel, het kritische deel, dat eigenlijk over een jaar afgerond wordt. U heeft dat allemaal gezien, want u rijdt daar waarschijnlijk regelmatig langs, met de fiets of met de wagen. En zo zag het er in het verleden. Ik wil even uw aandacht vestigen op de heel pak weginfrastructuur die hier was en die straks er niet meer is, omdat eigenlijk de snelweg in feite gecomprimeerd wordt. Dus het deel inname van terrein door snelweginfrastructuur wordt zwaar gereduceerd in de knoop en worden daar grote bermen en schermen rondgelegd en hier en daar ook overkappingen. Waarbij de binnenkomst in Antwerpen vanuit Gent... dat hebt u misschien al ondergereden. Daar wordt nu ook het park bovenop aangelegd. Belangrijk hier, u kent allemaal het ringfietspad. Het ringfietspad is op rechteroever. Het wordt doorgetrokken op linkeroever vanuit de Scheldebrug en de Oosterwilkoker. Maar dan moet het op linkeroever ook rond geraken. En deze passage, daar komt het ringfietspad, zal daar overgaan. Dus daar zijn we over een goed jaar, is dat klaar. Ergens in 25. Dan gaan we verder. Ik vermeld dit even. Dat is, in de Oosterwilkoker zit ook een fietspad van 6 meter. Daarvoor is nu al de inrijzone in werf. Dat ziet u hier. En ondertussen worden in Zeebrugge de grote tunnelelementen gebouwd die één per één afgezonken worden eens ze klaar zijn in de Schelde zelf. Ik ga even terug. Klein beetje vertraging op soms. Ja. Dus je ziet hier eigenlijk een aantal bijna Lego-stukken. Dat zijn allemaal tunnelelementen. Die worden stuk voor stuk nu gebouwd in Zeebrugge. Daar toon ik u een foto van. En dan worden ze 150 kilometer lang met het schip gesleept tot hier en dan worden ze afgezonken in de grond. Hier ziet u, ondertussen is die werf verder gevorderd, dus het bouwdok in Zeebrugge. En alle tunnelelementen worden achter elkaar geschakeld, één voor één. Gerealiseerd en dan in de Schelde gelegd.
Dus die worden schotten opgezet op die openingen van de tunnel, zodat het blijft drijven en dan wordt het getrokken, gesleept als je wilt over de zee, dan de Schelde op tot, tot aan de bocht van de Schelde. Ik denk dat ik de tijd in het oog moet houden, maar ik heb er nog wel een vijftal minuten. Oké. Dan gaan we naar het volgende park, is het Noordkasteel. U wel bekend. Aan het Noordkasteel komt er, en dan zie je die opening, komt er een op- en afrittencomplex om verkeer vanuit de haven niet meer door de stad te hoeven laten rijden, maar daar rechtstreeks de tunnels in te laten duiken. Wat eigenlijk een verlichting op het eilandje en oostwaarts zou moeten met zich meebrengen. Maar natuurlijk niet gemakkelijk is, omdat je in het oosten wil, in Noordkasteel dus wel een verkeers... ik ga het gewoon hier doen, want het is een verkeers... wat verkeer moet afwikkelen. Dat is het beeld van een jaar geleden. En dat is het plan waar nu naartoe gewerkt wordt, waar je die opening voor de op- en afritten links ziet. Dus de snelweg komt daar niet helemaal boven, die komt van heel diep komt die een beetje omhoog. De op- en afritten gaan verder omhoog. Dat is een heel gecomprimeerd pakket. En de rest is zoals u hier ziet, overkapt. Wordt de figuur van de schans daarvoor een groot stuk hersteld. Wat u ook ziet, en dat is nog relevant hier, dus het fietspad uit de Oosterwilkoker komt hier naar boven en wordt eigenlijk hier, dat is het ringfietspad dat verder rondgaat. Hè. En gaat hier over de sluis, de Royersluis, verder gebracht. Gaat hier ook op niveau over de Oosterwilse Steenweg en de haven in. En daar is al een stukje ook van een werf. En dat ziet u hier. De weg is een tijdelijke weg, maar de bruginfrastructuur is deel van het fietspad. Eer dat dit allemaal klaar is, hebben we nog een eindje weg. Maar de verlegde Oosterwil die is in dienst en het knooppunt zal pas tegen 2030 helemaal klaar zijn. Het park. Dan gaan we even naar het noorden, naar de Groenendaal-Laanzone. Dus Groenendaal en Merksem tot aan knooppunt Oude Landen. Dat is hoe het er vandaag uitziet. En dat is even abstractie van de rode cirkel maken, dat is hoe het wordt. Dus dan zie je dat er eigenlijk twee vrij grote kapstukken zijn. En dat de ring daar eigenlijk als figuur, als scheidende figuur, toch voor een groot stuk verdwijnt. Er komt heel veel park in deze zone bij. Mensen wonen ook relatief dicht bij de snelweg hier. En wat daar vandaag al gebeurt, is dat ik kan zeggen, dus hier worden overal de leidingen, de kokers, verschoven. Dat toon ik u direct. En een park dat in vroege fase kan afgewerkt worden, is het noorden van die Merksemse tuinen. Dat zal vrij snel dit of volgend jaar kunnen gerealiseerd worden. Kokers die verschoven worden. Dus de Merksemse tuinen 25 en het hele project klaar tegen 2030. Dan gaan we zuidwaarts op, rechteroever. Dus Dam, Deurne, Loobroek-Dok. Beetje Merksem nog. De situatie zoals u ze kent. Het park zoals het wordt. Dat is een park waar heel veel verblauwing in zit. Dus als we hebben over identiteiten, het is telkens andere parken, maar wel één grote figuur, dan is dit een van de grote waterparken van Antwerpen. Je hebt daar de bocht, de keerbocht in het Albertkanaal. Je hebt het Loobroek-Dok. En Schijn, dus daar komt heel wat samen. Hier kijken we ook dat dat effectieve realisatie zal richting 2030, zelfs 32 zijn. Als het hangt een beetje vanaf van de snelheid van de werken in de komende paar jaar. Dat wordt één grote open waterpartij, heel hard ingericht. Wat er nog is van openingen, wordt ingebufferd en gaat eigenlijk helemaal uit zicht en ook uit het geluid verdwijnen. We gaan verder naar het zuiden, Ringpark Het Schijn. Daar is ook actie nog dit jaar. Ringpark Het Schijn is een... dus even ter situering. U heeft hier het Sportpaleis, Tenneco-Vallei, waterzuiveringsstation. Trix zit hier juist achter, Spoor Oost. En dat is, hier komt deze, wordt dit gerealiseerd. Dus waar je eigenlijk de hoogte van Borgerhout een overkapping hebt van Trix naar Deurne. En waar een deel van de snelweg ook half... Dus in overkraging gaat en de helft van de snelweg overkapt kan worden. Wat wel tot effect heeft dat de netto breedte hier in sommige plaatsen richting 100 meter gaat. Dus echt een vrij breed park, nog los van
de oversteek, dus de stapsteen, ter hoogte van Borgerhout. Daar zijn stukken die wij ook dit jaar ook in werf kunnen gaan. Later dit jaar kan een zone hier dicht bij Tenecovallei zal al kunnen heraangelegd worden. Hoeft verder ook niet door de werf van de snelweg zelf geaffecteerd te worden, dus dat kan gewoon direct in uitvoering gebracht worden. Dus we hebben hier in ongeveer 2 jaar werken aan het park van het Schijn. En dan al de rest wordt in het kader van de Oostrailwerf zelf tegen 30 afgewerkt. Dan zitten we op de zuidelijke zone, in het jargon de groene veste genoemd wordt. Daar zitten verschillende deelprojecten in. Daar loopt ook de grotere oefening over de verdere overkapping van de zuidelijke ring, waar dus heel wat werk en discussie binnen, waar we ook niet willen wachten en ondertussen nu ook al wel leefbaarheidsbaten bieden aan de mensen waar mogelijk die hier wonen of in deze regio wonen. Hier ziet u de zone van Pompark Zuid, zoals die vandaag is, dus het roken van de PIVA, en zoals het dan wordt. Dus wat hier significant is, dat wil ik ook nog even aanduiden, dus dat is op zich is er geen extra terreininname, dus wat er vandaag als groen gebied is rond dat Pompark, dat wordt geherwaardeerd, dat wordt heringericht, daar komt een grote geluidsmuur aan de kant van de snelweg, die dus een geluidsval met zich meebrengt en dus eigenlijk een veel stiller gebied met zich meebrengt en dus aantrekkelijker om te gebruiken dan vandaag. En ook de luchtkwaliteit gaat daar dan omhoog. Ik wil aanduiden wat je hier ziet, die rozige zone, dat is die geluidswal die in deze zone zit. Dat is een geluidswal met schanskorven, dus vrij breed, die pakt heel veel, die gaat 8 à 12 meter hoog zijn. Dus als je denkt dat de linkeroever heeft die glazen schermen, 6 à 8 meter, dit is nog wat meer. Omdat er ook een niveauverschil is tussen de stad en de snelweg. Dus je moet eigenlijk meer delta overwinnen. Ja. Hier zie je een sample van de schanskorven waar dan allerlei geluidstesten op zijn gebeurd om het maximale baten te halen. Ik moet ook melden dat voor de hele zuidelijke ring de oppervlakte behandeld wordt van de snelweg zelf. Wat noemt Next Generation Concrete Surface, om daar 1 à 2 decibel geluid sowieso af te halen door een meer absorberend oppervlakte van de snelweg zelf te hebben. Dat plus de schanskorven, de benefits beginnen wel toe te nemen dan. Dus deze Pompark is nu, maar die grote geluidswal die ik op Pompark even kon tonen, die wordt straks wel verder doorgetrokken op de zuidelijke ring noordwaarts dan, richting Plantijn en Moretus. Dat is de binnenkant van de Pompark Zuid. En dan tenslotte nog 2 projecten, en dan is het helemaal afgerond. Ring Zuid, de spaghettiknoop, u wel bekend. En dan zien wij dat vanaf de campus van de Technische School tot aan het Justitiepaleis, tot aan de Brederoderstraat, wij overal vandaag, maar overal snelweginfrastructuur hebben. Dus overal wordt er lawaai gemaakt, overal is er luchtkwaliteitsissues. Niks van die ruimtes zijn vandaag bruikbaar. Want je moet daarvoor een expressweg oversteken, dat doet niemand. Een beetje aan de Konijnenwei, dat is nog bruikbaar. Dat is een interessante plek, maar ook al wel vrij lawaaierig. Daar ligt een project klaar dat ook in 27 kan gebouwd worden. Dus 6 à 27 zou die werf, als alles blijft volgens schema verlopen, moet die kunnen beginnen. En wat ik hier wil aanduiden, is dat een groot deel van die infrastructuur samengebundeld wordt. Dus de wegenis wordt geconcentreerd langs de snelweg en dus de op- en afritten zijn hier. De wegenis hier verdwijnt. Dus eigenlijk de technische park krijgt een uitbreidingsparkzone hier. De weg hier is ook verdwenen. De Konijnenwei wordt uitgebreid. En ook ter hoogte van Kiel en Tentoonstellingswijk komt er eigenlijk bruikbare parkruimte bij. Ook aan Nieuw-Zuid. Wat betekent dit ook? De Amerika-lei en onze leien, die worden eigenlijk... Ja, vandaag rijd je onder het Justitiepaleis en dan zet je op een expressweg, zet je op de snelweg. Straks niet. Je blijft op de leien. Dus die leien worden doorgetrokken. En dan wordt eigenlijk, die stadsboulevard gaat verder en die verbindt dan met de Sint-Bernardus-Steenweg. Dus we hebben eigenlijk de leien worden doorgetrokken. Er komt heel wat parkruimte bij. En uiteraard ook hier en daar overkappingsstukken die verschillende groene domeinen die vrijkomen ook met elkaar verbinden. Fietspadenstructuur, ringfietspadstructuur zit er allemaal mee in. Het ringfietspad vertrekt, loopt helemaal langs de buitenzijde, dat weet u wel. Verbindt hier met een grote hoefijzervorm, die de vorm is van eigenlijk de hele zone. Maar hier kan je dan op deze manier verder en dan begin je hier omhoog te gaan om op de Scheldebrug te komen. En dat is dan het laatste project, het sluitstuk. En wat ons betreft ook een heel belangrijk en relevant stuk, is de Scheldebrug zelf.
Het finale model van opening is nog niet gekozen. Maar we zijn eigenlijk nu, we starten nu gesprekken op met een combinatie van aannemers en ontwerpers die zelf de meest kosteffectieve oplossing kunnen gaan zoeken en bepalen. We hebben dat niet allemaal op voorhand willen bepalen. Maar dus hier zit wel die Scheldebrug als sluitstuk. Pardon. Hier zit wel die Scheldebrug als sluitstuk. Dus daarmee is de ring rondgemaakt voor trage stromen, voetgangers en fietsers. Wordt heel het regionale fietsnelwegsysteem dat door de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen aangelegd wordt, aaneengeschakeld. Dan hebben we daar een robuust systeem dat even goed uitgebouwd is als het systeem voor wagens. In alle mogelijke analyses van waar heb je het meeste baten voor leefbaarheid, van alle leefbaarheidsprojecten die wij in de portfolio moeten beheren en helpen waarmaken, scoort die Scheldebrug systematisch het hoogste. Brengt die het meeste baten mee, omdat die en op leefbaarheid en op modal shift en op energiearm verkeer heel goed scoort. Dus ook voor klimaatactieplannen speelt hij een belangrijke rol. Dus voor mij staat hij eigenlijk helemaal niet ter discussie. Heiproeven zijn gebeurd. Lange processen met relatief grote consensus zijn afgerond. En ik kan niet wachten totdat deze ook in werf gaat. En daarmee kan ik dan ook het overzicht stellen afronden. Ik wil nog even dit beeld tonen. Dat is een plan van, van de ringparken. Niet voor mensen, maar voor natuur. Excuses. Waar je eigenlijk ziet dat er heel verschillende natuursystemen en natuurnetwerken eigenlijk, als ik dat in het begin zeg, het wordt één groot park. Wel ja, ons biologisch systeem van dieren en mensen moet heel dit systeem geïntegreerd kunnen gebruiken. En ook als één grote ruimte ervaren. Dank u wel. Dank u wel, Alexander Dogo.